eiland van Brienoord. Dat is een natuur- en recreatie-eiland midden in Rotterdam. We staan hier aan de oever van de Nieuwe Maas. En op de achtergrond zie je de skyline van Rotterdam. We zijn in februari van 2020 gestart met de vernieuwing van het eiland. We hebben onder andere getijdennatuur aangelegd. En getijdennatuur, dat is natuur die echt bij dit gebied hoort. Want de Nieuwe Maas is een getijdenrivier. We hebben hier te maken met wisselende waterstanden, doordat we de invloed van de zee hebben. Het getij wisselt ongeveer 1,5 meter dagelijks. En je hebt hier ook te maken met de overgang van zoet en zout. Dus we hebben hier ook natuur ontwikkeld die daar heel goed bij past. En daarnaast hebben we wandel- en fietsroutes aangelegd op het eiland. Nou, we hebben verschillende natuurvriendelijke oevers aangelegd op dit eiland. Op dit moment staan we aan de westkant van het eiland. En hier hebben we een bestaande langsdam die je hier ziet, hebben we verhoogd. Daardoor hebben de golven van de rivier eigenlijk minder vat op, dit deel van het gebied. Daardoor is een soort luwe zone ontstaan. We hebben het ook naast die langsdam hebben we het aangevuld met grond en zand, zoals je ziet. En daardoor is een hele flauwe oever ontstaan. En doordat we hier wisselende waterstanden hebben, krijg je eigenlijk verschillende begroeiing straks. Nu is het nog kaal, maar straks krijg je dan met biezen en riet en spindotter. Vogels die kunnen hier fourageren. Dat zie je hier nu al op de punt van het eiland. En vissen hebben hier eigenlijk een rustige plek waar ze even kunnen uitrusten voordat ze weer verder de rivier optrekken. Nou, Rijkswaterstaat heeft sowieso een opgave om de waterkwaliteit langs de grote rivieren te verbeteren. In dit project werken we samen met de gemeente Rotterdam. We hebben samen met de gemeente Rotterdam de plannen gemaakt en de gemeente Rotterdam voert het uit en wij financieren mee. Er worden op dit moment wandel- en fietspaden aangelegd en ook twee bruggen worden vervangen. En nou, daarmee kunnen de Rotterdammers straks ook echt gaan genieten van dit nieuwe gebied. Ik denk dat het gewoon heel erg leuk wordt om hier op het eiland straks rond te wandelen. Er zijn hier ook hele mooie struinpaadjes waar je echt de wilde natuur kan ontdekken. Ik zou wel zeggen, trek je laarzen aan, want een stukje wat nu droog staat, kan een paar uur later helemaal onder water staan. Maar dat is juist een beetje spannend, toch?